ben de Stom Kikker, 30 jaar en woonachtig in Hoogeveen. En wat ik doe is, ik ben ZZP'er, dat doe ik al 5 jaar. En wat ik doe is vooral grote merken, grote retailers helpen, maar ook de lokale ondernemer om de hoek met strategie, positionering en identiteit. Waarom ik lid ben van de jury van de Marketing Awards. Identiteit wordt een steeds belangrijker onderwerp. Niet alleen voor zelfstandige ondernemers, retailers of merken, maar ook voor binnensteden. En hoe meer voorbeelden je ziet, hoe meer je zelf ook leert. En dit is een prachtige plek om ontzettend veel voorbeelden te zien. Welk project is mij het meest opgevallen de afgelopen jaren? De barbecue in Terweijde in Utrecht vond ik ontzettend interessant. Ze hebben meer dan 1000 mensen gehad tijdens die barbecue. En wat het vooral interessant maakte is dat ze culturen gemengd hebben tijdens die bijeenkomst. En dat die lokale inwoners echt ambassadeur zijn geworden van hun eigen winkelcentrum. Ondernemers waren extreem betrokken en dat spreekt me ontzettend aan. Een simpel idee wat zo'n effect kan hebben. Waar ik op ga letten bij de genomineerden is vooral, is het oprecht en wordt er gehandeld vanuit een identiteit? Of is het vooral een hele mooie boodschap op papier en heeft het meer weg van een imago? Marketing ging heel lang over heel veel communiceren en praten over wat je bent. Maar steeds belangrijker wordt doen wat je bent en doen waar je achter staat. En daar ga ik op letten. Is het vooral heel veel schreeuwen of is het ook vooral doen en ambassadeurs creëren? Waar moet de Marketing Award winnaar volgens mij aan voldoen? Het gaat niet om 2 mensen die een hele campagne gesleurd hebben, maar een groep die met heel veel mensen iets in beweging hebben gekregen. Dus geen Marketing Award winnaar wat mij betreft die heel hard schreeuwt, waar 2 mensen aan de kar hebben getrokken. Maar hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe knapper het is.